Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 6 januari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag komt Testia met de gebruikelijke waarde, maar met een bijzondere test. Zet hiervoor het geluid naar FL-Digi toe niet te zacht, zodat het beeld van de waterval niet heel donker is. Let vervolgens bij het begin van het Contestia-signaal op de plek in de waterval bij 355 Hz, waar het Contestia-signaal zit. De SSTV-afbeelding voor vandaag is weer BW12. Het nieuws ligt nog steeds niet echt voor het oprapen, maar er zijn zeker een paar nieuwsitems. Het kan wel eens even wachten zijn voordat je na je zendexamen eindelijk het felbegeerde papiertje in huis hebt. Ik herinner me dat dat in mijn geval destijds zo'n 6 weken duurde. India staat erom bekend dat ze een enorme administratieve cultuur hebben. Ze houden daar van papierwerk, daar achtergelaten door de Britten overigens. En om aan te geven hoe ver dat soms kan gaan, deze week ontvingen 3 geslaagde zendamateurs uit India op dezelfde dag hun zendmachtiging, waarvoor ze dus 25 jaar geleden het zendexamen hadden gehaald. Volgens Southgatearc.org, die het item publiceerde, was dit in de amateurwereld inderdaad dus een record. Ik kijk voor de uitzending ook wel eens naar de websites van de handel om te kijken of er nieuwe dingetjes zijn. Vooral dumpstores vind ik natuurlijk erg leuk, Voor het eerst in tijden heeft Baco weer wat zendapparatuur voor de zendamateur. Jammer genoeg zijn de Kenwood en Motorola mobielefoons voor VHF, die ze lange tijd leveren, alweer een poosje uitverkocht. Het gaat om de Raco Cougar, een legerapparaat voor de lage VHF-band. Hij werkt tussen 66 en 88 MHz en ze worden getest afgeleverd met 10 kanalen geprogrammeerd tussen 70250 en 70450. Er komt 20 watt zendvermogen uit en de apparaten die zonder microfoon, maar met aansluitschema daarvoor geleverd worden, kosten €39. Voor de apparaten zijn ook accessoires te koop, onder andere een afstandsbediening, een laadkabel, een luidspreker, om te vinden op baco-armygoods.nl. Ik zal nog even volledig herhalen, want ik zei het niet helemaal goed. Baco, dat schrijf je met een C en dan een minteken en dan Army en dan nog een minteken en dan goods.nl. Dat is leuk, want het lijkt er een beetje op dat 70 MHz weer wat aan, aan belangstelling aan het winnen is. P3ANG is trouwens net als ik een fan van kleine UQRP-apparaatjes. Johan ontdekte een apparaatje dat ik nog niet kende, dat zegt wat. Nou ja, ontdekte hij, bestelde er ook meteen maar een. De Mountain Topper. Inderdaad een erg leuk toestelletje met een mooie etui waar hij in gaat. Op Oudjaarsdag schreef Johan hierover in zijn blog met een footprint van slechts iets groter dan een creditkaart en een dikte van 2 centimeter een 3-wanden CW transceiver voor 40, 30 en 20 meter. Zo schrijft hij dus. En Johan die gaat verder. Ik werd zoals wel vaker door een tweet verwezen naar een op YouTube geposte video over dit prachtige wondertje ontworpen door Steven Weber, KD1JV. Steven is een rasechte QRP-ontwerper die voor Hendrix Kits werkt, een bedrijf dat tegenwoordig Pacific Antenna / QRP Kits heet. De MTR-3B is een verdere ontwikkeling van de PFR-3B, die weer gelijkenissen vertoont met de Elecraft KX1. Deze laatstgenoemde transceiver heb ik een tijd lang in bezit gehad, 2 keer zelfs, en vaak meegenomen op vakantie, zoals naar Curaçao. En ik vond de KX1 toen al extreem portable. Deze Mountain Topper 3B, geleverd door LNR, is echter nog veel kleiner, met in feite dezelfde mogelijkheden. Oké, de antennetuner ontbreekt, maar verder dezelfde, zo niet betere specificaties en een sublieme gebruiksvriendelijkheid. Ja, Johan heeft geen aandeel hoor. Bij het doorontwikkelen van de PFR-3B is blijkbaar de stelregel geweest hoe meer we weglaten, hoe beter. Dus geen volumeregelaar, geen groot display met S-meter, geen schakelaars met schakeldekken of relais, geen draaiknop voor het afstemmen, geen variabele filters en geen regelbare RF-gain. Allemaal niet nodig als je extreem portabel wilt zijn met een laag stroomverbruik. En daar zijn ze volgens mij goed in geslaagd. De user interface is geweldig, zo schrijft Johan. Ik was na een uurtje spelen al helemaal vertrouwd met de mogelijkheden van dit kleine wonder. HF technisch is de MTR-3B ook fantastisch. Een vast 500 Hz filter en voldoende audio op een koptelefoon of op een oortje. Stations kun je er prima uithalen op een drukke band en al snel waren de eerste verbindingen gemaakt. En ja, inderdaad, met slechts 2,5 watt op een resonerende antenne. Batterij gevoed met een 9 volts blokje. De speciaal aangeschafte Palm Pico pedal past ook perfect op de set. Ja, set tussen aanhalingstekens. Er komt dus uit dit kleine setje een bijzonder groot vermogen. Let wel, gevoed door een 9 volts batterijblokje komt er 2,5 watt uit. Op 12 volt is dat 5 watt, maar dat wordt niet aanbevolen. Hij werkt overigens al bij 6 volt. Het apparaat heeft dus de volledige 40, 30 en 20 meter banden. Ontvanggevoeligheid is 0,2 microvolt. En het lieve apparaatje is dus
9,5 bij 6 bij 2 centimeter groot en weegt 115 gram. Ja, dit is echt iets wat ik zelf ook leuk vind. En Jan is er dus wild enthousiast over. Het apparaatje ziet er inderdaad niet gek uit. Als je nieuwsgierig bent, ga dan naar www.pa3ang.nl. PA3-alfa-november-golf.nl. Er staan behalve foto's ook meerdere filmpjes van het apparaatje. Volg nu het SSTV-plaatje in BW12 vandaag weer. Het volgende op www.pa0ete.nl staat het filmpje met daarop het effect daarbij Contestia, waar ik begin van de uitzending op wees. Aanvullende informatie bij de uitzending is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xtv.me.